Ma, ik heb niet gezegd dat uw dansles slecht is. Ik heb gewoon klachten gehad van iemand. Ja, ik wil echt heel graag samenwonen. Ik durf ervoor wedden dat Roxanne erachter. Was Roxanne? Ik moet dat dan vertellen tegen Roger en Arlette. En... Dan vertellen we dat samen. Hè? Stilstand is achteruitgang. Ik bedoel dus eigenlijk dat we ook les zouden kunnen krijgen in andere dansstijlen. Jo en ik proberen een nieuw nummer te schrijven voor Spring. Ik heb nooit gezegd dat jij een slechte dans... Ik wil je een voorstel doen. Oké. En laat horen wat dat je leert. Eigenlijk heb ik nog niks. Ik wil dat je enthousiast bent over mijn lessen. Mm-hmm. Liefde is ook niet altijd leuk. Simon en ik? En ik betaal u ervoor. Ja, maar dat maakt wel dat Nick nu niet bezet is. Akkoord? Voor een leven vol liefde, voor een leven vol vriendschap, voor een leven vol leven, wil ik mijn leven geven. Voor een leven vol vrijheid, voor een leven vol vreugde, voor een leven van geven, wil ik het leven leven. Deal? Jij probeert mij om te kopen. Ha. Dus je doet het niet. Dat heb ik niet gezegd. Roxanne, het is een voorstel. Het is te nemen of te laten. En jij wilt dat ik doe alsof... Je bent model, je doet niks anders dan alsof. Het is een aanlokkelijk voorstel. Deal? Deal. Roxanne, als je komt om het ons ma moeilijk te maken, dan kun je beter gaan. Wow. Wie zegt hier dat ik het uw ma moeilijk ga maken? We kennen u en je bent gisteren weggegaan uit de balletzaal. Ja, ik ben gisteren weggegaan uit de balletzaal. Maar de les was ook niet... geweldig, hè? En uw ma is trouwens een goede danseres, dus ik wil haar een tweede kans geven. Dus je gaat haar een tweede kans geven? Ja. Kan dat niet? Jawel, tuurlijk wel. Dat is tof. Maar ik had het niet verwacht van u. Leen. Je moet niet altijd het slechtste van mij verwachten, hè? Dat doe ik niet, Roxanne, maar ik kan ook heel lief zijn. Zeg, wanneer zet je eigenlijk gaan samenwonen met Roger? Toen wij getrouwd waren, ja. De dag na ons huwelijk zijn wij in ons huis ingetrokken. Ja, het is omdat ik dacht er misschien aan... Om met David. Het is niet waar, gaan jullie... Oh, ja, we denken er al een tijdje aan. En heeft hij het u al gevraagd? Ja, nee, we hebben gewoon samen beslist dat we misschien... Ja, maar nee, hij moet u vragen. Officieel, op één knie. Hij moet u vragen. Op één knie? Om te gaan samenwonen? Samenwonen? Maar nee, ik dacht dat jullie gingen trouwen. Trouwen? Maar bij lange niet, David. Je wil helemaal niet trouwen. Maar jawel, natuurlijk wel. Je moet geduld hebben. Hij zal u wel vragen. Ik wou eigenlijk gewoon... Laat maar. Hey, Emma. Koen? Ja, Arlette, dat is Koen. Koen, dat is Arlette. Hallo. Jij komt voor Jo natuurlijk. Wacht. Ja, het is te zeggen, ik kom eigenlijk... Ja, maar het is geen probleem. Ik haal hem even. Ja, maar nee, ik kom... Voor u. Gasten, laat ons even samenvatten wat we nu eigenlijk al hebben. Hè? Uh-huh. Ja, klaar? Uh-huh. Okay. One, two, one, two, three, four. Ik ben een winnaar in de ring. Dat is waar ik hier nu zing. Klinkt al goed.
Jo, er is iemand voor u. Wat? Ja, dat er bezoek is. Wie? Dat zult je wel zien als je meekomt naar de bar. Wat, dat bezoek kan niet even tot hier komen, of wat? Nee, dat gaat niet. Het is een verrassing. Allee, kom. Ah, allee dan. Bye. Zo, alsjeblieft. Dank u. Hé, hey, Koen. Ade, Joost. Hè? Tof om u hier te zien. Ik had u hier niet verwacht. Ah, nee. Zeg, de training vanavond gaat toch door? En ik heb heel de week zitten trainen en... Ah ja, tuurlijk gaat die door. Ja. En aan u kwam ik vragen of dat jij geen zin hebt om ook nog eens terug te komen. Oh, misschien moeten we vanavond een beetje werken op snelheid. Ik had de indruk dat de laatste keer toch wel wat beter kon. Ja, dat is goed. Dan werken we vanavond op snelheid. Oké. En ik wou nog iets vragen. Als zeg, maar... Jij bent hier eigenlijk voor Emma, of wat? Ja. Ik ben hier voor Emma, ja. Oké, maar ik moet nog even, dus dan zie ik u straks. Dat is goed. Tot straks, hè. Linksachter. Ontspan. En... 1, 2, 3, 4. Padoboeré, schouder achter, arm, arm, been. Ja, het is misschien een beetje te snel. Het is gewoon te veel tegelijkertijd, denk ik. Moet het misschien in klein stukjes proberen. Maar nee, jullie mogen gewoon niet zo snel opgeven. Dit is moeilijk. Het is misschien wel moeilijk een dans, maar als je dat wilt, dan kun je dat. Hè? En het is een knappe dans. Toegegeven. Lisbeth. Ja, Roxanne. Van vooraf aan? Van vooraf aan. Oké. Links achter. En 1, 2, 3, 4. Het heeft mij verdomme belachelijk gemaakt. Ja, joh, dat zal ze niet expres hebben gedaan, hoor. Dat kan goed zijn, maar ik stond er wel schoon belachelijk te wezen, hè? En maar wacht eens. En maar dat is het. Wat? Ja, een idee voor ons nummer. Wat, belachelijk zijn of wat? Maar nee, over je afreageren op een boksbal. Ja, ik ben mee. Ja, joh, als je kwaad bent, dan kan het toch goed doen om op een boksbal te slaan? Boeiend. Ja, nee, je voelt je beter als je woede er kunt afmeppen. Dus als je kwaad bent, moet je snel naar een boksbal reppen. Och, sla mijn vuisten totdat ze tintelen van de pijn. Oh, wacht. En dan pas zal de woede een stuk minder zijn. Dat is het. Alsjeblieft. Ik had u echt terugverwacht in de boksles. Ja, ik weet het, maar Jo, dat was... Jo. Het gaat niet over Jo, hè. Het gaat over u. Ik had u echt terugverwacht. Ik meende dat, hè, als ik zei dat ik vond dat jij talent hebt. Ja, het is gewoon te veel. Het is te veel. Ja, te veel om te doen. Ik sta hier achter de bar, ik moet poetsen en dan nog eens zorgen dat hier alles is. Ja, ik begrijp het. Je hebt veel aan je hoofd. Maar juist daarom, als je tot over je oren in het werk zit, dan is het belangrijk dat je af en toe eens ontspant, dat je zinnen verzet, sporten. Dat is toch waar? En waar kun je beter sporten dan... Ja, in de boksles. Ja, voilà, dus. Dus ik zal nog zien. Ja, ik weet echt niet of ik het er nog bij kan doen. Ik ben er toch ook nog. Sorry dat ik mij bemoei, maar Koen heeft gelijk, Emma. Ja, maar allee, ik kan toch zomaar niet... Nee, echt. Het is echt belangrijk dat je ook tijd neemt om dingen te doen buiten spring. Ja, maar ik wil ook dat hier... Ja, en als het nodig is dat ik eens wat langer blijf, dan doe ik dat toch. Dat is geen probleem. Daar heb je niet van terug, hè. Dankjewel voor vandaag. Ik zie jullie de volgende keer. Is al gedaan. Ja, jammer. Het is echt genoeg geweest vandaag, Roxanne. Ik zie jullie morgen. Hè? Morgen. Ik kijk er al naar uit. Dat is fijn om te horen. Dankjewel. Ja, ik meen het, hè. Ja, ik meen het echt. Ja, maar ik geloof je. Ik heb nog nooit met zo'n grote, talentvolle, ervaren, zelfbewuste... Ja, bedankt, Roxanne. Het is goed. Ik denk dat we ons allemaal even gaan omkleden. Ja, oké. Ziet je wel? Wat? Ah, dat goed was. Zelfs Roxanne was enthousiast. Ja, die was wel heel tevreden, precies. Heel tevreden? Geloof me, mama, ik heb Roxanne nog nooit zo gezien. Zelfs niet bij ons tante Pia.
Allee. Dat is toch wel heel speciaal. Je wordt er een beetje verlegen van. Man. Man. Roxanne? Roxanne? Merci. Waarom? Omdat je zo tof waart tegen ons ma. Had je dan iets anders van haar verwacht? Ja, nee, nee. Maar ik had ook niet verwacht dat je zo enthousiast ging doen. En ons ma apprecieert het, daar ben ik zeker van. En moet je mij daarom bedanken? Ja. Ja, Roxanne, geef toe. Je bent niet altijd even positief, hè? Is dat zo? Ja. Meestal zeg jij nogal hard. Hard? Maar Leen, je kent mij echt niet. Ik ben helemaal niet hard. Ik ben het gevoelig. En als mensen lief zijn voor mij, dan ben ik daar ook voor hen. Kom, we gaan iets drinken. Ik ben even nog iets vergeten. Sorry, ik moet even... Jo? Bon, ik vind dat jullie maar eens met elkaar moeten praten. Ja, dat is goed. Wat scheelt er? Jo? Ja. Oké, dan laat ik jullie maar, hè. Wat is er, Jo? Zijn jij enkel voor Emma naar Spring gekomen? Ja? Waarom? Ik heb haar gevraagd of dat ze terug naar de boksles wil komen. Ik vind dat ze talent heeft. Dat kun jij toch ook zien? Ja, ja. Ja. Maar blijkbaar is het hier te druk, dus ja. Achter de bar, kuisen, weet ik veel. Zijn je zeker dat alles is? Hoe bedoel je? Dat is toch niet alles waarvoor dat je naar Spring bent gekomen? Ik snap je niet. Ja, je bent voor Emma gekomen, maar... Enkel voor haar bokstalent? Maar wat? Kijk, zolang dat je maar weet, ze heeft iemand en ze zijn heel gelukkig en... Ah, ze heeft iemand. Ja, ze heeft een vriend. Ja, dan ben ik heel blij voor haar. Ik ook. Ja, en ze ziet hem heel graag in. Wat? Ik ook. Jij ook wat? Ik heb ook een vriend.